Raymond van Deeren has to take some documents to one of his clients. He parks his car in front of the office and enters the building. When he comes back half an hour later, his car has been broken into and his laptop has been stolen. He goes to the nearest police station. Goedemiddag, ik wil aangifte doen van diefstal. Mijn auto is opengebroken en mijn laptop is gestolen. Wanneer is dat gebeurd? Tussen 11 uur en 11:30 vanochtend. Waar is dat gebeurd? Hier vlakbij, op de Velse Plaats. Was uw laptop van buitenaf zichtbaar? Nee, natuurlijk niet. Hij lag in de achterbak, uit het zicht. Ik laat mijn laptop nooit op de bank liggen. Hoe kon de dief dan weten dat er iets waardevols in uw achterbak zat? Misschien heeft iemand gezien dat ik hem erin legde. Ik moest bij een bedrijf naast de sportschool zijn en daar stonden een paar mensen buiten met elkaar te praten. Waarom heeft u de laptop niet mee naar binnen genomen? Ik dacht dat het 5 minuten zou duren, maar ik moest binnen wachten. Heeft u uw auto goed afgesloten? Ja, dat doe ik altijd. De auto is opengebroken. Vult u dit formulier maar in. Goedemiddag, ik wil aangifte doen van diefstal. Mijn auto is opengebroken en mijn laptop is gestolen. Wanneer is dat gebeurd? Tussen 11 uur en 11:30 vanochtend. Waar is dat gebeurd? Hier vlakbij, op de Velse Plaats. Was uw laptop van buitenaf zichtbaar? Nee, natuurlijk niet. Hij lag in de achterbak, uit het zicht. Ik laat mijn laptop nooit op de bank liggen. Hoe kon de dief dan weten dat er iets waardevols in uw achterbak zat? Misschien heeft iemand gezien dat ik hem erin legde. Ik moest bij een bedrijf naast de sportschool zijn en daar stonden een paar mensen buiten met elkaar te praten. Waarom heeft u de laptop niet mee naar binnen genomen? Ik dacht dat het 5 minuten zou duren, maar ik moest binnen wachten. Heeft u uw auto goed afgesloten? Ja, dat doe ik altijd. De auto is opengebroken. Vult u dit formulier maar in. This is the end of the audio program of Dutch for Dummies. We hope you had fun. Tot ziens!